Een hele goede dag mensen van de Minecraft AD en welkom terug bij de Hardcore Let's Play. Ja, episode nummer 20. Schiet er lekker op, dit is dus episode nummer 20. En ik zag dat er nog wat vragen kwamen over deze Golden Apple. Die Golden Apple. Nou, de vorige keer had ik dus in episode 19, was er een stukje geskipt. En toen kwamen we terug bij een soort dungeon, bij zo'n mob spawner. Bij die mob spawner zat een chest. In de chest zat een golden apple met dat redstone en nog wat. Kijk, hier heb ik de redstone en de draad en de zadel. Het kwam allemaal uit de chest, heb ik niet gecheat zoals als jullie het denken. Dat wil ik eerst even zeggen. En wat wil ik nog meer zeggen? Eigenlijk dat ik twee mods heb geïnstalleerd. Eentje gaan jullie nou eerst even zien. Of eigenlijk, ik kan jullie wel twee mods laten zien. Ze werden allebei gezegd, ja, dat is wel mooi, dat schiet ook meteen wat meer op. En ja. En het klopt. Het gaat veel sneller. Ik pak even mijn ijzeren bijl en ik pak hem. Oh, heb ik nou de fakkel weggedaan? Ja. De fakkel moet ik niet wegdoen, want ik kan gewoon... Kijk, ik wil nou bijvoorbeeld... Oh, ik hoor spin. Ik wil nou bijvoorbeeld... Oh... Ja, ik wil jullie wel laten zien. Oh, dan kan ik zo lopen. Floep, gaan jullie eitje leggen? Of? Juist. De skeletten is me wel een beetje aan het volgen, hè? Weet je wat we doen? Auw, dat was een rechte headshot, joh. Oh, die was mis. Dood. Oké, nu gaan we even hier uit, want we willen zogenaamd items pakken. Pakken we onze torch in de hand. En dan zie je dat er licht omheen komt. Dan lopen we nooit meer in het donker. We lopen zo lekker in het licht. Dus dan hebben jullie ook minder last van jullie beeld. Dat het in één keer veel te donker is. Want als ik zo loop, dan komt er gewoon licht omheen. Deze mod staat onder in de beschrijving. Geen downloadlink, spijt me, maar wel de naam hoe die heet. Volgens mij heet die Dynamic Lights. Ja, dan moeten jullie dat maar gewoon even opzoeken. Minecraft Dynamic Lights. En dan vinden jullie hem vanzelf wel. Als jullie hem ook willen. De andere mod, die doe ik eventjes in het daglicht. Oh. Ga ik even slapen. Mijn bedje aan in. Want ik hou van mijn bedje. De andere mod is iets anders. Het is iets makkelijker ook voor mij om een huisje op te bouwen. Nou kennen veel mensen de Timber mod. En ja, Timber mod heb ik geïnstalleerd. Laat ik jullie nou wel eventjes zien. Eigenlijk moet ik eerst even wat eten. Nou, dan maar even wat rotten vlees. Ik hou wel van wat gerot vlees, jongens. Echt. Holy crap! Uh-oh. We got some problems. Ja, ik kan die creeper wel heel makkelijk killen. Kijk. Dat bedoel ik. Waar in de godsnaam is die creeper gespawnd of naar binnen gelopen? Ik moet wel veilig zijn hier op dit gedeelte. En hij kwam niet vanaf hier. En volgens mij zit hij bovenin een spin of zo. Nee. Hierachter. Ja, dat dacht ik al. Kom dan, konijntje, lekker wiebellen, wiebellen. Kom dan. Ja, ik kan ook niet verder opzij, hoor. Dus... Bam. Pro, jongen. Ik ben echt zo pro in die spinnenkillers. Zo makkelijk om te vermoorden. Maar ik zal jullie even de Optify mod. Nee, ik heb Optify mod heb ik niet. Kan ik ook wel doen, maar... ik zal jullie even kijken, laten zien hoe de timber mod werkt. Kijk, ik heb bijvoorbeeld zo'n shitty grote boom waar ik zo'n scheidhekel aan heb. Nou, dan ga ik er naartoe. En dan haak ik het onderste blokje. En dan valt het hele boompje valt naar beneden toe. Kijk, dit vind ik zelf heel makkelijk. En ook tijdbesparend voor jullie. Want kijk, dan wil ik bijvoorbeeld dit boompje ook nog om. En er zit weer een spin. Dit boompje ook nog om. Dit boompje ook nog om. En dan hebben we... Oh, en nog een aardje. En dan hebben we zaak zo weer een stack logs. Nou, dat is wel veel makkelijker.
Ja, dat is het ook. Nou, hier zit nog een grote boom die ik om wil. En dan krijg je meteen apples. Nou, ik zou even kijken. Oh, gaat de spin nou dood? Had ik jou geraakt? Of deed ik dat met mijn... Shit. Eén botter! Huh? Oké. Die was wel heel snel dood, maar ja. Hi, schaapje! Hi. Sorry. Nou ja, dat was dus een timmermod. Die heb ik ook geïnstalleerd. Ik heb nog geen ammo creatures of andere mod gedaan. Ik denk dat ik het wel een keertje ga doen. Maar dan niet in deze let's play. Want ik ben bang dat als ik ammo creatures of zo more weirdos en nog wat. More creeps en weirdos, dacht ik. Ik denk dat ik dan heel snel dood ga in een hardcore let's play. Dus ik denk niet dat dat zo slim is om dat te gaan doen. Dus misschien als jullie het wat lijkt, kan ik dat doen in een andere episode. Die ik wel een keertje kan starten. Gewoon een normale let's play. Of natuurlijk mod reviews. Dat kan ik ook gaan doen. Mod reviews. Dat is ook wel leuk. Ook voor jullie, ook voor mij. Daar kom ik ook eens alle mods te zien. Zo, even teruglopen. Oh, eieren. Zo, even de eieren gaan gooien. Godsamme. Jongen, jullie zijn echt slechte kippen, weet je. Er komen niet eens normale eieren vanuit. Oh. En we hebben weer 3 cactus waar ik eigenlijk helemaal niks aan heb. Maar dat boeit niet. Het gaat gewoon om het idee dat ik een cactus farm heb hier in mijn buurt. Even kijken hoe het gaat met onze paddenstoelen. Oh ja hoor. Gaat niet echt al te pest. Nou ja, ze zijn wel een beetje aangegroeid, maar... Snel, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. We hebben genoeg redstone om iets te maken, weet je. Ik ben van plan om onder de grond straks een geautomatiseerde wheat farm te maken. Wat heb ik daarvoor nodig? Pistons. Torches. En... Eigenlijk gewoon zand. En een shovel. Ja. Dus, wat ik ga maken is even een diamond pickaxe. Nou, zullen jullie denken, waarom diamond? Nou, omdat ik straks weer even de cave in ga om even andere grondstoffen te pakken. Gewoon dat kan. Ik neem wel even een paar etensdingen mee. Zodat ik kan overleven daar. En zoals Jo neem ik ook mee. En zaadjes 43 nog. Oh, wat mooi. Suikerriet heb ik niks aan. Diamanten kan ik een pickaxe van maken. Heb ik alleen nog sticks nodig. En die kan ik wel maken. In mijn crafting table of in mijn inventory kan ook. Zo. Zo. Oké, diamond sword en diamond pickaxe, we komen eraan. Maar eerst eventjes, het is er wat rotten. Nou eet ik een broodje. Nou eet ik mijn appel. En dan ga ik heel weinig rennen. Maar dan ga ik cave exploren. En cave exploren is niet echt het leukste wat je kan doen. Heb ik trouwens mijn torch? Ik ga eerst even wat meer torches maken. Want ik kan dan gewoon met een torch in de hand lopen en dan wordt het licht. Nou ja, ik plaats wel over de torches dan dadelijk, want ik wil wel de terugweg vinden natuurlijk. De weg terugvinden natuurlijk. Maar als ik bijvoorbeeld ergens op het dak donker is, dan kan ik gewoon naar boven kijken en dan zie ik daar bijvoorbeeld... Hey. Ja. Ik zie je wel, Koekwous. Ja, ik zie je wel. Je kan wel gaan verstoppen voor mij. Verstoppertje spelen, maar ik zie jou wel. Jij diamond ore of zo. Dat ga ik dan zeggen. Ja, niet zo. Dat is wel heel overdreven. Maar het kan wel zo. Nou hebben we 64 en 5 torches. Nou, daar kunnen we wel de tijd mee door. Dan gaan we onze cave in. En dan gaat het weer heel erg spannend worden. Want iron armor is nog steeds langer niet kapot. Echt op de lange na niet. Want wat ik nog maar even wil is even wat meer diamonds. Waarom? Want ik wil me klaarmaken voor de Ender Dragon. Nou, dat gaan we dan al langer niet lukken. Ik moet er wel even een EXP farm maken. Van alles. Maar... Ik moet me er wel... Ik hoor een artje. Ik moet me wel een beetje vast op beginnen met voorbereiden.
Ik hoorde hier zo net een aardje. Oh, dat is een zombie. Oké, die is dood. Even kijken, want ik zie al meteen weer iron. Wat is hier dan? Helemaal niks. Wauw, kool. Maar ik heb nou alleen mijn diamond pickaxe bij me. Ik weet niet of dat al te slim is, van kool en zo. Maar ja, diamond pickaxe gaat wel de tijd mee. En in die tussentijd heb ik alweer een nieuwe diamond pickaxe. Want ik heb ook af en toe zo, ik weet niet waarom, maar dat zal wel aan mij liggen of zo. Als ik iets van diamond heb, dan wil ik het zo weinig mogelijk gebruiken. En dan gebruik ik het gewoon nooit. Terwijl het gewoon heel slecht is. Je kan beter gewoon gebruiken. Kijk, je hebt toch al je diamonds eraan verspild. Als het ware, om het even raar te zeggen. En dan ga je het niet gebruiken, maar dat ben je na een tijdje kwijt bijvoorbeeld. Dan ben je gegriefd. Ik praat nu even over multiplayer, want singleplayer kan ik niet gegriefd worden. Ja, of je moet natuurlijk een mod installeren. Je kunt creepers je huisje creepen. Maar dat ga ik at the moment nog niet doen, zo'n mod. Kan ik wel doen, maar niet in deze hardcore let's play. Want ik wil nog iets langer mee dan vandaag. En dat willen jullie waarschijnlijk ook, niet alleen ik. Want jullie vinden hardcore let's play ook leuk. Dus we gaan er gewoon mee door. Ik weet wel dat we al best wel ver deze cave hadden geëxplored. Dat we zo langzamerhand toch best wel bij veel zombies kwamen. Maar hier zijn we nog niet geweest. En hier zijn ik wel weer. Kijk, ik vertrouw al die zijingangetjes niet, weet je. Ik wil eerst even kijken, al meteen een zombie van ergens. Oh, zeker van daar zit nog de zijingang. Oh my gosh. Dit komt zeker bij die andere zijingang. Nee, dit komt nergens. Maar ik zeg hier wel iron, dus we gaan even meenemen. Want iron is my best friend. Wat? Wat? Telkens als ik eens weg ga, zit ik er heel erg. Oh, door de muur. Ik zie wel een zombie. Zombies zijn eigenlijk zo noob. Kijk, je kan gewoon ze blijven staan en killen zonder dat hun jou één keertje raken. En ik zie gold. Maar net, wel weer net precies op zo'n splitsing dat je denkt van, waarom hier? Hoppakee, 2 gold. Eigenlijk weet ik niet wat ik zoveel aan gold heb. Ja, het is best wel sterk, maar het gaat ook heel snel kapot. En nog weer gold. Wat de hel? Iron. Ook even meenemen. Komt ook altijd wel binnen. Oh, trouwens, een tip voor de mensen die ook een hardcore let's play hebben ofzo. Ga niet onderjaken. Dat is echt het domste wat je kan doen in je hele Minecraft carrière die je nog voor je hebt liggen. En hier ga ik wel even zeggen. Wauw. En. Ik zag wat, hallo. Ik zag dat toch duidelijk even wat, hè. Hallo? Oh, dat was een zombie. Kom op, spinnetje. Kom op! Ik zit ze gewoon uit te lokken, joh. Kijk, doe gewoon zo. Dood. Maar eerst ga ik even deze kant op, want ik zie dat hier nog een cave zit. En er zit weer gold. Nou, daar ga ik nog even niet heen, want hier kunnen ook geen zombies naar binnen. Ik ga eerst even een stukje verlichten, want daar zie ik alweer een zombie of wat ook was. Zal ik eerst even hier wel wat dingetjes uithakken? Kijk, dat zien jullie mij bijna altijd volgens mij doen. Eerst even een heel stuk verkennen, voordat ik de blokjes raak. Dit is ook een van de tips die je mee kan nemen als Minecrafter. Kijk, als jij meteen bijvoorbeeld een gold block ziet, en
Je hebt nog verder niks gezien van de omgeving waar je bent. Zou het zo kunnen zijn dat er in een keer een zombie of een creeper om de hoek zou komen lopen? En dan ben je gewoon pannenkoek. En dat pannenkoeken lekker zou... Oh. Kun jij dat niet worden? Nou, nee, er komen er twee beesten tegelijk. Oké, dan ga ik hier zo staan. Bam, die is dood. Oh, shit. Ja, oké, dood. Oh, nog één. Oké, je bent ook dood. Even verder. Ik heb een scheidhekel aan skeletten, zodat jullie dat even weten. Ik hoor hier weer een verdere heel veel zombies. En er komt er eentje aan, een spider. Hallo spider. Oh, die komt hier niet meer naartoe. Oh, daar wel. Au. Die spider was snel. Nou, dus daar is even dicht. We kunnen er alleen als spiders naar binnen. En ik zie dat er weer een zombie aankomt. En ik zie dat ik hier al een keer ben geweest. Kom dan. Dan wil ik wel even naar beneden om XP op te halen, weet je. Zo, level 15 jongens. En ik zie dat ik hier overal op ben geweest, maar... Dan ben ik waarschijnlijk straks weer een tijd verdwaald. Dit komt me heel bekend voor, weet je. Dat heb ik in een vorige episode, volgens mij even. Een aantal episodes geleden was ik hier ook. Toen kwam hier nog zo'n mooie creeper ergens om de hoek ineens. Maar hier ben ik nog niet geweest. Nee. Nou, dan zou ik eerst even deze iron hier weer innemen. We hebben alweer 47 iron. Toen kwam ik daar uit. Toen kwam hier zo'n creeper vandaan. Zo'n creep. Ja, dat was het. Nog meer iron. Hak, hak, in mijn trainingspak, pak. Ja. Even de laatste irontjes hier meenemen. Laatste? Wat de fuck zeg ik nou, Nick? Laatste. Wow, dit is een grote cave. Oh, moet ik niet daar naar beneden gaan? Holy crap, waar komt die zombie vandaan? Dit maakt het ook wel heel spannend, deze mod, zo. En ik hoor weer een... Jou hoor ik. Auw. Waarom raak je mij toch zo hard? Dan zal ik even rustig gaan doen. Ik wacht even dat ik even iets meer levens heb. En het komt er nu langzamerhand bij, omdat ik weer full health bar heb, dus... Dat schiet wel op zich. Kijk maar, dat gaat maar een doodskopje, komt er weer een rood lampje bij. Dat betekent dat ik health heb. Ook al zou het juist andersom moeten, denk ik. Maar ja, boeien. Ik heb niks over te zeggen over deze texture pack, dus ja. Want ik heb hem niet gemaakt. Het is DokuCraft. Voor degene die het nog niet wisten. En voor degene die het al wel wisten, gefeliciteerd. Ga je nog meer iron hakken, jongens. Echt. Te veel iron. Daar is het, nog meer iron, zie ik al. Daar nog meer. Daar nog meer. Eerst even een beetje verkennen voordat je begint met hakken. Ik zie dat hier heel veel mogelijkheid is om een zombie te laten komen. Dat vind ik altijd wel iets minder. Maar ik vind het wel leuk op zich. Lekker tegen zombies in de hardcore let's play is wel gevaarlijk. Maar het was veel epicer. Holy crap, gewoon een geluidje.
maakt het wel heel erg eng. En ik zie dat ik hier ook al ben geweest. Was dat niet zo net dat ik... Kom dan, ik wou net zeggen. Ik ben eigenlijk op zoek naar een aantal diamonds, maar... Waar blijven die rot diamonds? Hallo? Nee. Ik zie overal kool, en nog eens een keer kool, maar ik wil diamond, en nog een keer diamond. Geen kool, en nog een keer kool. Ja, iron, dat gaat nog wel, dat daar heb ik ook nog wel wat aan. En dan kom je weer bij een andere cave uit. Een cave, dat is doods! Moet je wel even oppassen. Hier ben ik ook al geweest, daar. Volgens mij loop ik rondjes als een gek. Toch kom ik telkens nieuw oors tegen, dus ja. Ja. En toen viel ik even stil, terwijl ik genoeg te zeggen heb. Jullie vragen jullie vast ook af waarom ik geen kool meer neem. Ik heb geen andere pickaxe dan diamond en ik vind het nogal... Wauw! Tering. Oké. Ik vind het nogal... Fuck. Ik vind het nogal onnozel om met een diamond pickaxe mijn dingen te hakken, mijn kool. Kijk, als ik nou een stone pickaxe of iron pickaxe bij me had, oké. Maar dat doe ik een andere keer, want dan ga ik wel een koolhak episode van maken. Want ik denk dat ik de hele episode wel kool kan hakken. Want weet je hoeveel kool hier ligt? Dat is echt niet normaal, weet je. Ik moet eigenlijk dieper, maar... Ja, omhoog is eigenlijk ook wel goed. Maar hier zit niks, anders is het niet goed. Ook al komt hij wel weer een tweesplitsing. Ik hoor heel veel lava bij me. En dat is... daar zo ergens. Volgens mij is het daar ergens, dat lava. Kijk. Oh, ja, ik denk wel lava is dus af en toe ook wel diamond, maar... Dit keer was het een klein rot dingetje waar je niks aan hebt, zonder cave erbij, dus... Ik zou even kijken, want ik heb hout bij me, dus ik kan nieuwe toortjes maken. Ik zou even sticks maken. Kan ik even via de 11 kool fakkels maken, heb ik 261. Als ik straks fakkels nodig heb, dan haak ik wel gewoon even een aantal kool met mijn diamond pickaxe. Maar... Zolang ik het nog niet echt nodig heb, dan doe ik dat niet. Dat is onnozel gebruik van mijn diamond pickaxe. Ook al haak ik er ook steen mee. Maar ja, steen heb ik nodig. Tering, wat een kool. Oh shit. Oké, jongens, daar gaan we weer. Oh, ik had ze op elkaar moeten laten schieten. Had ik nou misschien een disc? Shit. Oh, wacht even. Dat was een aardje naar een creeper, dacht ik. Ja, dat was het. Oh, ik zie dat het hier een beetje dieper begint te lopen. Dat is mooi. Alleen hier ben ik alweer geweest. Ja, hier ben ik al geweest. Dan gaan we een beetje hierheen. Hier ben ik nog niet geweest. Ik kan meteen zien aan de oors die er allemaal liggen. Ik weet het stukje teruglagen ook iron. Die ga ik zaak ophalen. Maar ik wil eerst even mijn verkenningsding doen. En waarom ligt die dirt? Derp. En één iron. What the fuck? Fuck! Oh. Hallo, spawner. Wat voor spawner is dit?
Ik zal deze plek eventjes onthouden. Laat ik eigenlijk er ook gewoon op plaats. Hoppa, weer een saddle. Cacaobonen. En ik hoor ontzettend veel zombies hier. Oh, en daar zit er eentje vast. Lol. Hoe de hel? Komt ie? Daar. Oh, daarom dus. Oh, dan blaas ik Iron Block. Oh, er komt weer een zombie aan. Maar dan zeg ik, hoor jou al wel. Oh, er komt de creeper aan. Van welke kant? Hallo? Holy crap. Oké, hallo. Nou, dat waren de twee archers. En dan komt de creeper. Die ga ik in één keer vermoorden. Dat is wel leuk aan mijn diamond sword. Daar kan ik ze gewoon in één keer mee afslachten. Oh! Daar ging een beest net hier lava in. Faal beest. Kijk, kool. Niks aan. Kool. Ook niks aan. Oh, denk al dat ze arrows. Die wil ik wel hebben eigenlijk. Oh, dat kan niet. Hallo? Nee, dat kan niet. Normaal gesproken kan je ze er ook oppakken, die arrows die mis zijn geschoten. Dag. Of simmen? Nee. Ik heb al bijna 2 stacks met iron erbij, jongens. En ik denk dat ik deze episode af moet sluiten in de cave. Nou jongens, ik ga mijn belofte verbreken. Ik stop dit keer niet in mijn huis, maar hier in het hokje. Bedankt voor het kijken naar deze episode en ik spreek jullie de volgende keer. Laters.